Zo en David, daar heb ik het over dat Dunder Mustard met pensioen gaat. Dus die gaat stoppen bij Epic Games. Ja, er zijn geruchten dat dit maar een teaser is, dus dat hij niet met pensioen gaat. Maar ik denk wel dat het echt zo is dat hij met pensioen gaat. En ja, ik hoop gewoon dat ze een goede vinden, zeg maar, om want het ging vooral over de storyline, zeg maar. Dus over het verhaal. Dus ik hoop dat ze een goede vinden om het verhaal, zeg maar, verder uit te breiden, zeg maar. Ja, ik denk dat. Ja, goed, vervolgens zeg maar de verhaallijn, dat bedoel ik het. Want nu klopt, ja, de verhaallijn ligt wel een beetje achter, maar dat komt ook omdat chapter 4, seizoen 3, zeg maar, die was, die hoorde eigenlijk bij chapter 3. En zelfs als die van, zeg maar, dat Mega City kwam, voor mij was dat chapter 4, seizoen 2. Die hoorde eigenlijk ook in chapter 3. Maar er kwam waarschijnlijk Mega Corona of zo, dat allemaal is uitgesteld en zo. En daarom klopte de verhaallijn niet helemaal meer. En ja, ik hoop nou gewoon dat ze het verhaal een beetje kunnen oppakken. Ja, zeg ook dat we er in chapter 4, seizoen 5 komt. En het duurt waarschijnlijk een maand. En misschien is dat voor het afscheid of zo van Donald Mustard. Dat zou kunnen zijn. Ik weet niet. Maar ja, we gaan het allemaal zien. En ja, ik hoop voor de rest dat jullie het interessant en leuk vonden. Ik zal het Twitter achterlaten in de beschrijving zodat jullie het kunnen nalezen. En ja, vergeet het niet om te liken en te abonneren.